jongelui. Ik was 18 toen ik op een doordeweekse avond met mijn vriendin naar de kerk ging. Er ging een jonge kandidaat voor en die wilde ik wel eens horen. En de tekst van de preek weet ik niet meer. Maar tijdens de preek brak er een hevig onweer los. En terwijl God gehoord werd, zijn stem in het rijk van de natuur, zei de prediker: als we buiten Christus sterven, dan vallen we in de handen van een vertoornd rechter. Maar als u in Christus sterft, dan valt u in de handen van een liefdevol vader. Wat een verschil. Het waren woorden die mij diep van binnen raakten. Een oneindig verschil. Het verschil tussen behouden worden of verloren gaan. Over dat verschil wil ik met jullie nadenken. Het is het een of het ander. Er zijn twee wegen, twee bestemmingen. Waar is onze reis naartoe? De buitenste duisternis? Of, zoals Paulus erover spreekt in 1 Korinthe 2, wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. Woorden die hij citeert vanuit het Oude Testament, Jesaja 64. Want vergeet het niet. Elk oog zal hem zien. Ik zal hem zien en jij zult hem ook zien. En hoe zal het zijn dan op die grote dag van Jezus' wederkomst? Zijn wij dan bereid? Want misschien vraag je je dan af, ja, maar wanneer komt Jezus dan terug? Wanneer zal dat zijn? Nooit was zijn komst zo dichtbij als vandaag. Als op dit moment. Dan heeft de Heer Jezus gezegd, en je kunt het lezen in het vervolg van Matthäus 24, dat niemand die dag en dat uur weet waarop hij wederkomen zal. Zelfs de engelen in de hemel weten het niet. Toch zijn er twee dingen zeker. In de eerste plaats, we zijn 2000 jaar dichter bij zijn wederkomst dan op het moment toen Jezus ten hemel voer. En bovendien heeft de Heer Jezus ons ook geleerd dat er tekenen zullen zijn. De tekenen der tijden waarop wij acht moeten geven. En horen we dan niet het gedruis van zijn voetstappen? Rampen van grote omvang die de wereld treffen? Epidemieën die uitbreken? Denk aan corona. We horen van oorlogen. Ongerechtigheid die hand over hand toeneemt. En ondertussen moet alles gewoon doorgaan. Onze economie moet immers draaien. En we kunnen onze feestjes toch niet missen? Heeft Jezus niet gezegd, het zal zijn als in de dagen van Noach? Alles gaat gewoon door. Totdat hij zal komen als een dief in de nacht. Onverwachts. Dat weten we dus zeker. Het tweede wat we zeker weten is dat we bereid moeten zijn om hem te ontmoeten. Ben ik bereid? Ben jij bereid? Want wanneer zijn we dan bereid? Ik denk aan die dag in december 1990. Toen ik op weg ging naar het adres waar mijn vriendin woonde. En je raadt het misschien al. Het was een bijzondere dag. Ik was erop gekleed. De vlag hing uit. Want mijn bruid stond gereed. Daar was veel aan vooraf gegaan. Veel voorbereidingen waren er getroffen. En toen ik voor de deur stond, toen deed ze open en we keken elkaar in de ogen. En we wisten, vanaf nu zijn we samen. Wat een heerlijk moment. We waren daar naartoe geleefd.
We kenden elkaar niet, maar we hadden elkaar ontmoet. We hebben tijd met elkaar doorgebracht. Plannen zijn er gemaakt. Uiteindelijk werd er een huis gekocht, verbouwd en ingericht. En 6 weken voor de grote dag stond alles klaar. En ik kan jullie vertellen, die 6 weken, die duurden nogal lang voor mijn beleving. Ze kropen voorbij. En wij zagen uit naar die grote dag. En nu de toepassing. Verlang jij er ook naar? Zie jij ook uit naar die dag waarop die grote bruidegom wederkomen zal? Die zijn bruid gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Hij die de onderste weg is gegaan om ze te redden van een gewis verderf en ze deel te geven aan de eeuwige gelukzaligheid. Verlang je naar de dag van de bruiloft, de dag van zijn heerlijkheid en majesteit, waarop hij zijn luister zal laten zien? Mag je het weten, wie hij voor je is in leven en sterven? Geef daar eens antwoord op. Is hij werkelijk onmisbaar voor jou geworden? Heb je al verlegen voor God gestaan? Schuldig en onrein. Hoe moet het ooit goed komen in mijn leven? Je hebt gebogen. Je hebt je zonde beleden. Maar ook toen hij verkondigd werd, heb je hem toen mogen zien met het oog van het geloof. En heb je hem mogen omhelzen. En mag je het weten? Hij van mij en ik van hem, zoals Thomas dat bijvoorbeeld beleed. Mijn Heere en mijn God. Of zoals Simeon met het kind in de armen. Nu laat ge Heere uw dienst net gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Weten wij van de verborgen omgang met hem? Weten wij wat of het is om een leven te hebben voor zijn aangezicht, dicht bij het woord, met de bede in het hart? Wat wilt gij dat we doen zullen? Volgen wij die koning, die bruidegom? Kennen we zijn stem? Jezus heeft toch gezegd, mijn schapen volgen geen ander, omdat zij de stem van de herder kennen. En zien we uit en verlangen we naar de dag van de bruiloft van het Lam, om nooit meer te zondigen en voor eeuwig met hem te mogen zijn. Wat is nou jouw vooruitzicht? Een goede baan? Veel vrienden om je heen? Veel geld verdienen? We lezen in Openbaring 1. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. De wereld spot ermee. En ziet het als een middeleeuwse voorstelling van zaken. Ze zullen hem niet verwachten. Maar ik en jij zien we uit naar die dag. Wie is hij voor ons? Zullen we horen bij hem die straks roepen, bergen val op ons. En heuvelen bedek ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Want de toren van het Lam is gekomen. Of zullen we horen bij hen die mogen zeggen, deze God hebben wij verwacht. Hij zal ons zalig maken. Wat zal jouw reactie zijn? Ik denk nog even terug aan die doordeweekse avond. In de kerk. Op Urk. In Elim. Buiten Christus. In handen van een vertoornd rechter. In Christus. In de handen van een liefdevol vader. Wat een verschil. Hoe is het met jou? Ben je al geborgen? In die ene schuilplaats. Mag je weten gekocht te zijn? Met lichaam en ziel. Weet je van die ene troost? In leven en in sterven. Elk oog zal hem zien. Kan ik dat begrijpen? Nee, natuurlijk kan ik dat niet begrijpen. De Schepper heeft het blijkbaar zo gemaakt dat ieder mens ter wereld de zon kan zien. En de maan, hij heeft ze geschapen. Zal de Schepper het dan niet kunnen maken dat straks elk oog
hem zal zien, als hij zal komen in heerlijkheid en majesteit. Wegkijken zal niet gaan. Je ogen dichtknijpen, het zal niet helpen. Je zult hem zien. Onze ogen zullen als door een magneet naar hem toegetrokken worden. En zich richten op hem. Guido de Bres zei ervan: wij dan verwachten die dag met een groot verlangen. Om dan ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus, onze Here. Verlang jij er ook naar? Er gebeurt van alles in onze wereld. Allerlei rampen, epidemieën. Gesprek van de dag is corona. Maar heb er ook al voordat Jezus gezegd heeft dat het evangelie van het koninkrijk verkondigd zal worden over heel de wereld. Leven wij niet in die dagen? Denk aan het werk van Wycliffe. De Bijbel is vertaald in duizenden talen. Het evangelie is de hele wereld overgegaan. En trouwens, wat gebeurt er in Israël? Is het niet zo dat de Heere zijn raad volvoert? Inderdaad, zijn voetstappen worden gehoord. Is het geen tijd om daar rekening mee te houden? Zodat je bereid zult zijn. Als die grote dag aanbreekt en wij hem zullen zien op de wolken des hemels. Ben ik bereid? Ben jij bereid? Zie op hem. Niet alleen straks, maar nu al. Zie op het Lam van God, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Kun je hem dan nog missen? Je zalig kijken aan Christus. Weet je daar iets van? Isaac Ambrosius schrijft erover. In dat mooie boek Het zien op Jezus. Waarom nu niet op hem gezien? Nu is het tot je zaligheid. Hij wordt ons voorgeschilderd. Hij wordt je aangeboden. Hij laat zijn heerlijkheid zien waar het woord open gaat. Zie op mij en word behouden, o alle gij einde der aarde. Je kent misschien wel de geschiedenis een beetje van Spurgeon. Die tijdens een sneeuwbui in een klein kerkje terechtkwam. Een eenvoudige prediker. Een paar mensen. En de prediker sprak en verkondigde het evangelie. Look unto me. Look unto me. Zie op mij. En de Heere opende zijn hart. En hij vond vrede voor zijn ziel. In het bloed van de gekruisigde. Die vaste rots van behoud. Zie op de Heere Jezus Christus. Om hem straks te mogen zien. In zijn volle heerlijkheid. Waar bijvoorbeeld Job van getuigd heeft. De welke mijn ogen zien zullen. En geen vreemde. Verlang je al naar hem? Of ben je nog zo in deze wereld bezig om hier alles op te bouwen en alles op de kaart van de wereld te zetten? Ze gaat voorbij met alle haar begeerlijkheid. Zoek de Heere, want echt, hij laat zich vinden. Hij is nabij. De ziel die tot hem vlucht. Aan zijn voeten moet je zijn om hem te mogen kennen. Want vergeet het niet. De dag is nabij waarop Christus komen zal. En elk oog zal hem zien. Jij dus ook.